advocaat meester Irene Laalji. We zien dat het parlement met alle voortvarendheid en ook nog met algemene stemmen, 35 in totaal, de wet op notarisambt heeft aangenomen. Vandaar dat we dan vandaag ook hier bij u zitten, niet zozeer om over de wet te praten, maar waarvoor men toch wel allemaal gaat naar een notaris toe. En dat is vaak genoeg voor legaliseren van hun stukken of het opmaken van een notariële akte. Zou u dat voor ons nader kunnen uitleggen? Er is inderdaad een verschil tussen een gelegaliseerde akte en een notariële akte. Laat ik dat zo uitleggen. Als partij A en partij B bijvoorbeeld een geldbedrag willen lenen, partij A leent aan partij B een bepaald geldsbedrag en wil zo een schuldbekentenis maken, dan wel maakt zo een schuldbekentenis waarin staat dat er een bepaald bedrag geleend is. Mm-hmm. Wat is de rente daarop? Binnen welke tijd moet er terugbetaald worden? Al die bepalingen in zo'n overeenkomst die partij A en B zelf maken en ondertekenen. En ze brengen dat dus naar een notaris om te legaliseren. Dan noemen wij dat een onderhandse akte. Waarom onderhands? De partij A en B hebben dat zelf gemaakt. De notaris heeft dat niet gemaakt. En zo'n onderhandse akte, dan laat men de handtekeningen legaliseren bij de notaris. Legaliseren betekent dat de notaris de handtekeningen gaat vergelijken met een persoons-ID en zal dan een stempel plaatsen op het stuk om aan te geven dat de handtekening van de persoon inderdaad van de persoon afkomstig is. Dat is dus de legalisatie bij de notaris. Het zou kunnen gaan om een geldlevingsovereenkomst. Het zou kunnen gaan om een schuldbekentenis. Het zou kunnen gaan om een huur-verhuurovereenkomst. Het zou kunnen gaan om een koop-verkoop van een huis, een perceel. Het zou kunnen gaan om verkoop van een auto. Het zijn allemaal stukken die partijen zelf opmaken, dan wel door een advocaat laten maken, dan wel door hun buurman, dan wel door iemand die wat kennis van zaken heeft. En dan brengen zij dat voor legalisatie. En mensen denken vaak dat als een stuk, een document gelegaliseerd is door een notaris, dat dat ook een akte van de notaris is. En daar gaat men in de fout. Omdat een gelegaliseerde akte geen notariële akte heeft. En daar is heel groot verschil in. De notaris, die legaliseert de handtekeningen. De notaris is niet aansprakelijk voor de inhoud van die akte. De notaris hoeft u dus niet uit te leggen wat er staat in die overeenkomst. Laat ik een voorbeeld nemen, partij A en B bijvoorbeeld. Als zij een geldleningsovereenkomst zijn aangegaan en ze hebben zo'n geldleningsovereenkomst opgesteld en ze zeggen we gaan bij een notaris om te legaliseren, dan hoeft de notaris niet uit te leggen aan degene die dat geld leent, dan wel aan A en aan B, van luister, dit staat in de overeenkomst, je gaat zoveel per maand moeten aflossen, de rente is zo'n bedrag, het is een hoge rente of het is een lage rente. De notaris hoeft dat niet te doen. Dat valt niet in zijn verantwoordelijkheid. Het enige wat de notaris zal doen, is die handtekeningen legaliseren. Dan is dat dus een onderhandstuk dat gelegaliseerd is. Maar je hebt ook iets anders en dat is de notariële akte. De notariële akte die wordt door de notaris opgesteld. Als je bijvoorbeeld overdracht van een onroerend goed wil doen, perceel, huis, perceel, dat zijn onroerende goederen. Als je de overdracht daarvan wil doen, dan kan dat alleen met een notariële akte. Als je een hypotheek wilt vestigen, kan dat alleen met een notariële akte. Wilt u het recht van vruchtgebruik vestigen op uw perceel? Kan alleen met een notariële akte. Wilt u een testament opmaken? Notariële akte. Bepaalde onherroepelijke volmachten, ook bij de notaris.
Wat is dan een notariële akte? Dat is een akte die de notaris zelf heeft opgemaakt. De notaris weet wat hij erin heeft opgenomen. Mm-hmm. En u gaat tekenen ten overstaande van de notaris. En dan, omdat de notaris die akte heeft opgemaakt, moet de notaris aan de partijen uitleggen wat er allemaal in staat. En dan moet u dat ook kunnen begrijpen. Bent u bijvoorbeeld het Nederlands niet machtig, u kunt geen Nederlands spreken en begrijpen op een correcte manier, dan moet u dat kenbaar maken aan de notaris. Want dan moet er een tolk voor u bijgehaald worden. En het moet staan in die notariële akte dat de zaak voor u vertolkt is. Bent u de Hindoestaanse taal machtig en de notaris spreekt geen Hindoestaans, dan moet er vertolkt worden voor u. Hetzelfde geldt als u Javaans spreekt. Maar het moet dan opgenomen worden in de akte dat er vertolkt is geworden voor de partijen. Waarom moet het opgenomen worden? Als bijvoorbeeld A en B bij notariële akte geld hebben geleend en de ene die geld heeft ontvangen zegt, ik wist niet wat daar staat, het is nooit voor mij vertolkt, dan moet degene, de geldlener, de geldschieter kunnen zeggen, kijk, het staat in die akte. Het is zo een dag vertolkt voor die, door die en die meneer die werkzaam is op het notariaat. Dus u hebt begrepen waar het op staat. En als het er niet in staat, dan heeft de notaris een probleem. En dan heeft de geldschieter een probleem. Dat zijn de notariële akten. En wat is het mooie van zo'n notariële akte en het verantwoordelijke van een notariële akte? Het wetboek. Van het burgerlijk wetboek geeft aan dat zo'n notariële akte een authentieke akte is. En wat is authentieke akte dan? Mm-hmm. Dat is een akte die opgemaakt is ten overstaande van de openbare ambtenaar. En daartoe valt ook de notaris. Zo'n authentieke akte, die heeft volledige bewijskracht. Dus, als op een gegeven moment, laat zo'n voorbeeld nemen van A en B die een geldleningsovereenkomst hebben gemaakt. En ze hebben dat vastgelegd bij notariële akte. Dan, en er staat erin, B heeft van A 50.000 euro geleend. Mm-hmm. Dan kan B op een gegeven moment niet zeggen, nee, het was 25.000. Want er is een notariële akte. En wat in de notariële akte staat, heeft volledig bewijs. Behalve als je tegenbewijs kan leveren. Dat eerste voorbeeld dat ik u gaf, die onderhandse akten die gelegaliseerd zijn, die hebben geen volledige bewijskracht. Want het is geen notariële akte. Als B daar zegt, ik betwist die inhoud, dan heeft de geldschieter een probleem. Dus het verschil tussen gelegaliseerd en een notariële akte moet duidelijk zijn voor de burger. Men vergist zich vaak, ik krijg mensen vaak op kantoor, dan wel mensen die bellen en zeggen, meester, ik heb bij notariële akte geld geleend. En als ze op kantoor komen met de stukken, dan blijkt dat het een gelegaliseerde akte is. En dan leg ik het verschil graag weer even uit aan de mensen. Want je moet even weten wat je tekent. Surinamers, en ik leg de nadruk op Surinamers, omdat we in Suriname wonen en ik dus veel mensen krijg die om advies komen en bij wie je ziet van mensen, u hebt niet gelezen. U kunt het moeilijke Nederlands in die tekst niet lezen en begrijpen. Een notariële akte is een lange akte soms. Vraagt u aan de notaris een kopie, een ongetekende kopie, zodat u dat door iemand anders in alle rust kunt laten lezen, kunt laten bestuderen. Zodat u een second opinion kunt vragen. Het zijn uw belangen. U moet dat vragen. En het lijkt mij dat de notarissen daar ook aan moeten meewerken. Dat ze zeggen, wij geven een kopie, een concept aan de mensen van hetgeen dat zij zouden moeten tekenen. Mij bereikt ook vaak de klacht dat de notaris geen kopie wil geven en zegt van u moet op kantoor komen tekenen. Maar dat kan ook niet. Weet u, als je op kantoor bent en je staat voor de notaris, niet iedereen is zo bedreven en onbedremmeld. Je hebt mensen die
bij wijze van drempelvrees niet durven bij de notaris te gaan. En als ze er zijn, niet durven te praten, niet kenbaar durven te maken. We hebben in Suriname vaak dat we het respect hebben voor mensen met een bepaalde titel en functie. En dat durft men niet te praten. Men durft niet te zeggen. En dat is iets wat we toch wel een beetje bewuster van moeten worden. Wat zijn de rechten, wat zijn de plichten? Teken niet een stuk voordat je dat goed hebt doorgenomen. Vraag uitleg, al begrijpt u iets niet, vraag het 2, 3 keren. Het zijn tenslotte uw belangen. Want als eenmaal die handtekening is geplaatst, dan hebt u het een heel stuk moeilijk. Wij krijgen gevallen van personen die zeggen, ik ben geweest bij de notaris, ik heb vruchtgebruik willen vestigen en ik kom nu tot de ontdekking dat ik het perceelland aan mijn zoon heb verkocht, maar ik heb nooit willen verkopen. Maar ja, daar is er dan een notariële akte. En dan kun je tegen gaan procederen, wat geen ook gebeurt, maar het bewijs dat je daar tegen moet leveren is hard en keihard. Omdat een notariële akte authentieke akte is. Er gaat veel mis, niet alleen bij notariaten, maar op vele kantoren. Ik zal niet een beschuldigende vinger wijzen. Ja. Maar het is een feit dat vanwege het feit dat burgers zich niet bewust zijn van hun rechten, niet bewust zijn van wat er staat en wat er geschreven is, en omdat, laat ik dat ook zo zeggen, juridische zinsconstructies nogal lastig zijn. Termen begrijpen als vruchtgebruik en het verschil tussen gebruik en bewoning, zijn dingen die een jurist wel snapt, maar de gemiddelde burger begrijpt dat niet makkelijk. Hypotheek met zekerheidsstelling, geldlening zonder zekerheidsstelling, endossement. Het zijn allemaal begrippen die u gaat lezen in notariële actes als u gelden leent. Begrippen als wordt er tot zekerheid gesteld. De notaris, laten we eerlijk zijn, heeft een drukke praktijk, heeft niet altijd de tijd om u tot in de finances uit te leggen wat al de dingen zijn. En dan bent u daar en u tekent. Vaak weet u, bij geldleningen gaat u merken, mensen verkeren in zo'n bepaalde behoeftige omstandigheid. En daar maakt de geldlener, laten we dat een beetje zo benoemen, de geldschieter, soms misbruik van. En dat misbruik uit zich in het feit dat u als burger geld nodig hebt en u gaat akkoord met alles wat u geboden wordt. Als u geboden wordt een rente van 4% per maand, dan gaat u denken bij uzelf, ik neem het geld, ik ga op tijd betalen, waardoor die rente niet gaat komen. Ik ga u een praktijkvoorbeeld geven. Een geldschieter heeft aan mensen geleend een bedrag van 15.000 euro. Het is een onderhandse akte. Er staat erin 15.000 euro geleend, terugbetaling binnen 1 jaar... met aflossingen van minimaal 300 euro. Nou goed, tot zover niks mis mee. Er staat erin, na dat jaar loopt er een rente van 2% per maand. Als er 1 maand binnen dat jaar niet betaald is, gaat er een boeterente ook nog bijlopen. Deze mensen hebben het geld in handen gehad, 15.000 euro, mooi bedrag, hebben zij in handen gehad. En zij hebben gelezen, aflossing 300 euro per maand. Terwijl er staat minimaal 300 euro. Waarom heeft de geldschieter dat zo opgenomen? Minimaal 300. Deze mensen die 300 euro maar betaalden en betaalden, die betaalden alleen de rente. Aan aflossing van die hoofdsom van 15.000 zijn ze nooit toegekomen. Als je 15.000 euro binnen een jaar zou moeten betalen, betekent dat je 15.000 door 12 maanden moet delen, kom je op 1.250 euro per maand. En deze mensen die 300 maar betaalden per maand, die kwamen dus nooit aan de aflossing toe. En de rente begon te lopen, gaat u uitrekenen, 2% per maand is 24% per jaar op een bedrag van 15.000 euro. Weet u in welk wespennest deze mensen zich hebben gezet? Met deze extreme rente. Nou, deze mensen blijven jaar in jaar uit betalen. Betalen en betalen. En de enige manier waarop ze erop zullen komen is als ze elders mogelijk geld lenen.
en aan dit wurgcontract afkomen, waarbij er mogelijk een mildere rente ook nog berekend wordt. Het zijn allemaal zaken die in praktijk misgaan. En als zo'n akte bij een notaris is opgemaakt, dan zou de notaris de mensen moeten uitleggen van mensen, weet u wel waar u aan begint? U gaat uw onroerend goed als hypotheekdekking geven. Maar beseft u wel, kunt u 300 euro betalen? Terwijl u weet dat uw aflossing zal zijn 1250 euro per maand. Gaat u het kunnen betalen, mevrouw? En als mevrouw zegt nee, gaat niet kunnen betalen, dan zou een verantwoordelijke notaris moeten zeggen, ga die hypotheek niet vestigen. Hmm. Begrijpt u? Zo zou dat moeten gaan. Maar als mensen ook niet bewust van worden en mensen zeggen van ja, maakt mij niet uit, ik teken, ik zal toch maar gaan betalen, dan nemen de mensen ook hun eigen risico's. Als zij een gelegaliseerde akte opmaken en ze tekenen iets waarvan ze ook de inhoud niet begrijpen, dan nemen de mensen een risico. Want de rente die gevraagd wordt door particulieren is heel, heel erg hoog. Dus wat zouden mensen moeten doen, meester Lalji? Waar zouden ze bijvoorbeeld terecht kunnen voor deze informatie? Je kunt tegen een hoge rente die je overeen bent gekomen, al ben je daar akkoord mee gegaan, stel een rente 2%, 3% hoger, dan zou je altijd bij de kantonrechter een rechtszaak kunnen beginnen. Waarbij je kunt aanhalen als grondslag dat die rente die overeengekomen is in strijd is met de goede zeden. Omdat het gekwalificeerd kan worden tot een woekerrente. De rechtspraak heeft reeds enkele vonnissen gegeven waarbij de kantonrechter heeft vastgesteld. Ik wil het wel even voor u lezen. Ik heb zo een vonnis dus bij de hand zonder over de zaak te spreken. Het ging erom dat er hier al dus een schuldbekentenis was waarbij de mensen een bepaald bedrag hadden geleend. En ze betaalden maar af, ze betaalden en de geldschieter, want dat is ook iets waar u als burger rekening mee moet houden, dat u vraagt om een tussentijds overzicht. Wat ben ik nog schuldig? Wat is mijn saldo? Elke bona fide geldschieter, elke bona fide hypotheeklener zal op die manier correct bezig zijn. U moet vragen naar een overzicht. Hoeveel heb ik betaald? Hoeveel moet ik nog betalen? Wat is mijn saldo? Nou, in dit geval hebben de mensen geleend en ze bleven maar betalen. En de geldschieter zegt, nee, je moet nog meer betalen. Je bent nog niet aan de aflossing. En de mensen betaalden maar door. Op een gegeven moment is er een rechtszaak geweest. De geldschieter had in deze zaak een rente van 3% per maand opgenomen. Dat moesten de mensen betalen. En de kantonrechter heeft toen een vonnis gewezen. De kantonrechter zegt, de kantonrechter overweegt voorts dat de rente van 3% per maand in strijd is met de openbare orde en de goede zeden en zal deze daarom worden teruggebracht naar 1,5% per maand. Wat kunt u uit zo'n vonnis opmaken? Dat in de rechtspraak de rechter als het ware begint een trend vast te stellen waarbij een rente die bovenmatig van 1,5% per maand is, in principe wordt gezien als een woekerrente. En als u dus een overeenkomst hebt waarbij er een hogere rente is opgenomen, dan kunt u altijd dat voorleggen aan de rechter. Ik zeg voorleggen omdat het elk geval is de rechter die toetst aan de hand van omstandigheden en al of die rente gerechtvaardigd is of niet. In dit geval ging het om een bedrag in euro. Of de rechter dat ook hanteert in geval van de SRD-eenheid, dat weet ik niet. Ik beschik over vonnissen waar het gaat om geldleningen die dus in euro zijn vastgesteld, waarbij de rente extreem was en de rechter dat dus teruggebracht heeft naar 1,5%. Maar het zijn mooie ontwikkelingen. Ik zeg altijd, het zijn uw belangen, niet alleen van de geldschieter of de geldlener. Beide partijen moeten op een bepaalde manier met elkaar kunnen communiceren. Er moet geen sprake zijn van misbruik. Geld lenen op zich is niet verkeerd, zolang je verantwoord geld leent en weet dat je in staat bent dat terug te betalen. Dat zijn belangrijke zaken en de bewustwording moet er zijn dat er niet klakkeloos stukken getekend worden, maar dat men zich bewust van wordt. Wat teken ik?
waar sta ik voor, wat wil ik, wat kan ik doen. En ik denk als men wat bewuster wordt van zaken, dan krijg je wat minder lastige ontwikkelingen.